Soms sta je bij de groenteboer met de groente in je hand en je denkt van, wat moet ik hier nu weer mee? De knolselderij is zo'n groente. In Emmeloord is er binnenkort een workshop over knolselderij. En die wordt verzorgd door de initiatiefnemers achter het Voedselbos in Emmeloord. Ja, en we hebben contact met Truus Vlaming en Jannie Verhagen. Zij zijn de initiatiefnemers van het Voedselbos en die kookworkshops. Goedemiddag alle twee. Goedemiddag. Ja, Truus, jij geeft binnenkort die kookworkshop, de knolselderij. Wat maakt hem eigenlijk zo bijzonder? Nou, het is eigenlijk mijn ervaring tot nu toe, als ik vertel dat ik iets ga geven over knolselderij, dat je grote liefhebbers hebt en mensen die niet weten wat ze mee willen en mensen die hem echt niet lekker vinden. Dus dat zijn de reacties eigenlijk. Dus ik vind het leuk om hem in de bekendheid te zetten en te laten zien wat je er allemaal mee kunt doen. Want hij is breed inzetbaar, om het maar zo te zeggen. Ja, want het is eigenlijk best wel een onogelijk stuk groente, vind ik. Het is wel een mooi knolletje, maar daaronder zitten dan allemaal van die worteltjes. Ja, klopt. Hij heeft een flinke wortelgestel. En als je hem hier in de klei teelt, dan heb je er mooi veel werk van om hem schoon te krijgen, om het maar even zo te zeggen. Wat is, vertel het maar, de workshop knolselderij. Er wordt dus weinig mee gewerkt, maar wat kunnen we er allemaal mee? Jannie, over Truus. Jannie, wil jij of zal ik over de knolselderij vertellen? Vertel maar over de knolselderij. Truus geeft de workshop, dus die weten het meest vanaf. Je kunt hem op allerlei manieren inzetten. Je kunt er soep van maken. Veel mensen hem kennen hem van de snet. Maar je kunt ook alleen van knolselderij soep maken. Je kunt er hele leuke gerechten maken, van maken. Je kunt hem in de oven poffen. Ik heb nu een hartige taart met knolselderij. Je kunt er kroketjes van maken. Hij kan echt alle kanten op. En wat ik zelf erg leuk vind, wij eten minder vlees. En dan maak ik een soort vleesvervanger van knolselderij. Op die manier. En hij kan eigenlijk in elke wok of roerbak. Daar is hij ook prima in. Ja, maar wacht even. Ik heel lekker. Een vleesvervanger van knolselderij. Wat vervang je dan? De hamburger of een carbonade? Waar lijkt het dan op? Ja, je kunt natuurlijk in de supermarkt heel veel vleesvervangers kopen. En dan heet het een groenteburger of weet ik veel. Ik ben daar, om eerlijk te zijn, niet zo in thuis, omdat ik het eigenlijk altijd zelf maak. Maar van knolselderij kun je ook hele mooie plakken snijden. En daar, die kun je dan bakken of stoven of wel gepaneerd, niet gepaneerd. In combinatie met kaas of met appel of met zaden en pitten. Ja, ik zie Rob heel moeilijk kijken. Ik praat me daarnaar en het loopt helemaal leeg. Ja, nee, Rob die is echt een vleeseter. Dus hij denkt altijd dat als je het hebt over vleesvervanger, volgens mij, dan moet dat ook echt smaken zoals dat vlees, eruit zien als dat vlees. Inderdaad. Maar dat is natuurlijk met de knolselderij niet te bereiken, denk ik. We gaan even naar Jannie van het Voedselbos. Is de knolselderij een makkelijke groente om te telen? Wij hebben in het Voedselbos diverse gebieden. En één gebied daarvan is de strokenteelt. Daar telen wij allerlei verschillende gewassen. En één van de gewassen daarvan is de knolselderij inderdaad. En wij hebben daar dit jaar een hele goede oogst van gehad. Ja, heeft dat veel ruimte nodig? Nee. De knolselderij is aan zich natuurlijk niet een hele grote knol. Hij heeft wel wat ruimte nodig om te groeien. Dus hij moet wat uit elkaar staan. Maar je kan als je een moestuin hebt ook best wel wat knolselderij neerzetten. Nou hebben jullie best wel wat van die kookworkshops bedacht, hè? Draait het dan altijd om een groente die uit de tuin komt, uit het Voedselbos? Ja, we proberen de workshops inderdaad te laten draaien om de producten die in het bos groeien. En dat zijn zeker niet alleen maar de producten uit de strokenteelt, maar ook wilde kruiden bijvoorbeeld. Daslook is daar een mooie van, zevenblad. Brandnetel, daar is genoeg. Oh, Jannie die valt weg. Oh. Nou, dan gaan we even naar Truus, want Truus die hangt nog. Ja, Truus, hoe vaak geef je eigenlijk een kookworkshop? We hebben in november drie workshops georganiseerd. En dit is in januari 1. En dan hebben we nu net de planning gemaakt. En dat is, we willen eigenlijk elke maand een kookworkshop organiseren.
In de zomer misschien dat we, ja, weet ik niet of dat helemaal vol gaan houden. Maar dasloop staat straks op programma en dan een wildpluk. En dan nog rabarber en dan klein fruit. En dus dan wordt het ook meer inmaken. En in november hebben we ook een inmaakcursus pompoen gehad. En dat gaat dan over wekken en hoe je producten kunt bewaren. Dus dat was dan weer een thema. Dus we hebben of een gewas, zeg maar. Nu staat de knolselderij centraal. En in november hebben we de yacon ook nog gehad. En de pompoen. Yacon, is dat in Japans? Ja, yacon is ook een knol. En die is naar mijn idee nog onbekender dan de knolselderij. En, maar daar zou Jannie eigenlijk iets over vertellen, want die was daarbij. Oh, Jannie, wat is de yacon? Nou, we wisselen elkaar mooi aan zo. Ik hoop dat het nu wel goed gaat. Ja, nu gaat het goed. Oké, goed zo. De yacon is inderdaad een knol. Die komt uit Zuid-Amerika. Hij is heel fris en een beetje zoetachtig. Je kan hem gebruiken als een soort appel. Maar ja, ook daarvan hebben we in de workshop geprobeerd om 4 verschillende gerechten te maken daarmee. En natuurlijk ook omdat het product zo onbekend is, gaan we ook echt even de strokenteelt in en zelf de yacon geoogst. En dan krijg je ook echt wat over de plant te leren. Dus we proberen de workshop niet alleen maar om 1 gerecht te laten gaan, maar echt kennis maken met heel veel verschillende producten. En op die manier kennis verbreden eigenlijk. Ja, Jannie, deze kurkworkshop is nu vol, hè, over de knolselderij. Maar wat als je interesse hebt in al die volgende kurkworkshops, waar kun je meer informatie vinden? Wij zijn op internet te vinden op verschillende social media kanalen onder Voedselbos Emmeloord. En we hebben een website, ook voedselbosemmeloord.nl. Als je dan /workshops doet, dan kom je gelijk bij de workshop uit. Maar we bieden ook andere leuke dingen aan, rondleidingen, begeleid met catering uit het bos. Dus dat is allemaal op de website te vinden. Nou, we kijken heel anders nu naar de knolselderij. We weten dat we hem kunnen poffen en dat Rob hem gewoon op de barbecue kan leggen. Hartstikke leuk. Ik ga het doen dit weekend, hoor. Goed. Dank jullie wel. En welkom bij ons in het bos. Heel goed. Dank jullie wel, Truus Vlaming en Jannie Verhagen. Eén afmelding. Oh, dus er kan er nog eentje bij. Dus er kan er nog één bij. Nou, heel goed. Op de valreep dus. Wil je toch iets meer weten over de knolselderij en wil je die kookworkshop bijwonen, dan moet je nu dus heel snel even naar de site gaan van het Voedselbos, want daar kun je je opgeven. Truus Vlaming en Jannie Verhagen van het Voedselbos. Dank jullie wel.